Spangen. En de Tilburgers stonden voor dit duel 1 punt voor op Sparta. De beste kans van de wedstrijd was voor Vurens in de eerste helft. Hij stifte prima, maar de bal werd van de lijn gered voor 2900 toeschouwers. In de 54ste minuut krijgt Glenn Helder op links de bal. Die ziet Valken en die scoort vallend 1-0 Sparta. De eerste overwinning op het kasteel.